Het eerste uur kan iedereen voetballen. Ja. Het gaat erom, wat kun je in het laatste kwartier nog? Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over weerstand bieden tegen de vermoeidheid. Hoe doe je dat? Winnaars selecteren op sportieve kwaliteiten lijkt steeds makkelijker te worden. Maar zeker weten doe je het nooit. Daar kom je pas achter in de wedstrijd zelf. Eén factor die hierbij meespeelt is hoe goed een atleet met de vermoeidheid omgaat. Maar hoe kom je hierachter? En hoe kun je dit trainen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Hey, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 27 augustus. Ja, oftewel, als we het over vermoeidheid hebben vandaag. Hoe zijn de benen? Strak staan ze. Strak, ja. Nee, ik heb heel veel zin in. Voor de mensen die het gemist hebben in onze afsluiting van seizoen 3. Morgen gaan Jurgen en ik reizen we af naar Renkum. Ja. Het pittoreske Renkum aan de Rijn. En daar gaan we samen meedoen aan een cross triathlon. Gezellig gewoon, hè? Voor de lol. Maar ja. Jij verklapte toen al dat je toch altijd al je gaat meten aan mij. Nou, ja, ik ook aan jou. Dus, maar ik ben tevreden met tweede plek, hè? Ja, dat is waar. Lekker getraind? Ja, heerlijk. Je bent er klaar voor. Ja. Ik ook. Ik heb er ontzettend veel zin in. En hopelijk hebben na onze oproepen een aantal weken geleden veel luisteraars zich ook aangemeld. Als we jou morgen gaan zien. Of als we jou gisteren of de afgelopen dagen gezien hebben. Dat zou leuk zijn. Maar we gaan het hebben over taaiheid. Over vermoeidheid. Want ik zat de afgelopen week te taperen. Ja. En daar had ik wat tijd over. Dus dan ga ik eens kijken op jurgenvantevelen.nl. Ja. Die leuke websites. Kijken of je nog recent wat artikelen hebt geschreven. En dat was er eentje. Die heb ik op de Giro. Giro de Italia. Giro de Italia. Het schreef je een artikel. Ja. Met als kop het voorspellen van wielig succes. Ja. Nou, laten we maar even. Dat is meer mijn eigen frustratie. Ik deed mee met de wielerpool van de UATT. En in het verleden, ik heb één keer met de winst vandoor gegaan. Dat was de Giro de jaar daarvoor. Ja, dus jij dacht, ik kan dit voorspellen. Theo Gegenhardt had ik erin. En allemaal. En dit jaar was het gewoon echt K met P. Ja. Alle toppers die ik had, die vielen af, kapten me. En ik had Bernal, had ik gewoon niet. Want ik denk, was van tevoren iets. Ja, is die wel in vorm? Last van zijn rug. En in de tussentijd las ik wat literatuur zoals ik het doe. En dan kwam ik wat twee artikelen tegen die hier eigenlijk over gingen. Over het voorspellen van wielersucces. Dat het niet alleen voor de mensen die de pool invullen lastig is. Maar ook voor ploegleiders en talentontdekkers. Trainers. En dat is heeft alles mee te maken dat we... de wetenschap, zullen we maar zeggen, de kennis, die hing nog steeds op de gedachte van, een aantal dingen zijn belangrijk voor een duursporter. Ja. Die kom je dan ook altijd tegen in artikelen en dat is een grote VO2 max, grote maximale zuurstofopname. Ja, grote motor. Grote motor, hebben we het al een paar keer, komt steeds terug, belangrijk. Daaromheen eigenlijk van, dat die motor... Als die iets minder hard werkt, dus niet maximaal,
Maar dat hij dat op bijvoorbeeld 90% doet, dat je dan nog niet te veel lactaat produceert. Mm-hmm. Lactaat, goede stof. Alleen, ja, op de een of andere manier is er wel een associatie met brandende benen, ja, en uitputting. Achteruitgang in prestatie. Dus liefst wil je op 85-90% van je VO2 max je lactaatdrempel hebben. En dan de derde factor is die efficiency. In hoeverre kun je je zuurstof omzetten in snelheid. Ja. En dat kom je tegen als het gaat over de sub 2 marathon of over Tour de France of ja, noem maar op, alles duursporten. En ja, dat zijn ook dingen die je kan meten in het lab, ja, en die ook gebeuren. En dan nog, dan vindt zich bijvoorbeeld een Tour de France plaats of en dan blijkt toch dat de ene die presteert naar behoren, houdt het vol en de ander juist weer niet. Nee. En dan gaat het met name altijd over de derde week, toch? Hoe goed zijn ze in de derde week? Ja, klopt. Hoe lang houden ze het vol? Ja. En dat is waar we deze aflevering een beetje op induiken. We gaan kijken naar die twee studies die je vond. Ja. Wat weten we daarover? En dat blijkt anders te zitten dan je zou denken. Ja. En we gaan straks ook even weer ouderwets zoomen met Vroemen. Leuk. Om eens aan onze topcoach en trainer te vragen van hoe kijkt hij tegen taaiheid aan? Ja. Want daar hebben we het eigenlijk daar over. Daar ging het om. Want ja, eigenlijk is het ook wel, jij noemt het al, dat weten we, de derde week. En alleen blijkt al eerder op te treden, het gaat om vermoeidheid. Ja. Vermoeidheid is natuurlijk een breed begrip, containerbegrip ergens. We weten nooit precies, ook de mechanismen die een rol spelen, hebben we ook al eerder benoemd, of het in het hoofd zit, centraal, of het puur in de spieren zit. Nou, wisselwerking tussen die twee, een stukje mentale. Daarmee bedoel is, waar word je moe, hè? Ja. Is het op een gegeven moment je hoofd wat zegt, luister eens, ik zie processen in het lichaam. En dat is niks bewustzijn, nee, hè? Dat is gewoon subconscious die dan zegt, je onderbewuste terugschakelen. Ja. Of zijn het inderdaad gewoon de spieren die niet meer de kracht kunnen leveren? En dan waarschijnlijk is het allebei, hè? Want die hersenen zijn alleen maar bezig van het lichaam moet gezond blijven. Niet te veel schade moeten we krijgen. Je krijgt signalen vanuit spieren, vanuit hart, vanuit de temperatuur van het lichaam, noem maar op. En maakt daar een afweging uit van als jij hier op dit tempo blijft doorgaan. Ja, dan komen we echt in de knoop. Moeten we niet willen. Dus jij moet teruggaan. En dan denk je, ik kan niet meer zo hard zoals ik zou willen. Wat is dat? En dan lukt het soms nog met een beetje motivatie. Dat kan wel een rol spelen. Alleen dat zit allemaal in de drie factoren waar we het over hadden. Helemaal niet eigenlijk. Dus op het moment dat jij talent gaat ontdekken en je laat iemand naar het lab komen en zegt, nou, we doen wel een inspanningstest en we meten al die dingen. Ja, dan weet je nog niet hoe die reageert en hoe die fietst of loopt. Als ze langere tijd onder druk komen. En eigenlijk, dat is het voordeel. Vermogensdata, vermogensmeter, we hebben er een hoop over gezegd. Maar voor de mensen die zou ik iets bekennen, toch? Voor de trouwe luisteraars. Ik ben al zo ver. We trapten natuurlijk af. Aflevering 1, vermogensmeter, onzin. Daar kwamen we later op terug. Ja. We hebben zelfs een hele aflevering gemaakt over je wielenprofiel. Ja. Maar er was iets onlangs dat ik dacht, dat is wel specifiek vermogensmeter. Ja. Nee, ik ben nog niet zo verder kijken gekocht. Ik heb wel een keer gegoogeld. En ik heb natuurlijk al een keer aan Guido gevraagd, maar ik blijf toch tegen het prijsniveau aanlopen. En dat komt omdat ik in feite, ben ik ook achter, op een te goedkope fietsrij, waardoor zo'n vermogensmeter 1/3 van mijn fietsbudget is. Ja. Nou, dat vind ik nog steeds onzin. Maar ik word wel nieuwsgieriger en nieuwsgieriger naar. Ja. Nou ja, kijk, meten is weten. Ja. En dat al die ploegen hebben, die meten alles. Die hebben een vermogensmeter, die data komen binnen. En dan gaat een data-analyst of een coach of die gaat daarmee aan de slag. Je hebt makkelijke programmaatjes voor. Nou, een van die mensen is natuurlijk Teun van Erp. Is al vaker naar voren gekomen. Die jarenlang bij Team Sunweb en alles wat daarvoor. Nu Team DSM, maar hij werkt er. Hij is vorig jaar na zijn promotie is hij afscheid genomen. Maar hij blijft maar artikelen publiceren uit al die data. Ja. Ja. En wat hij eigenlijk nu gedaan heeft, heeft gewoon gekeken van alle data die ik kan vergaren van een groep wielrenners. Die ga ik op een rij zetten en dan ga ik met name nu focussen op eigenlijk weer dat vermogensprofiel. Ja. Aflevering. Zoveel waar ik zelf aan de slag ga met de vermogensmeter van Guido. Dat kan ik jou vertellen. Dat is 38. Ja, en dat is eigenlijk simpel. Je gaat kijken van hoeveel vermogen trap jij bij kortdurende inspanningen.
En hoe doe je dat bij langdurende inspanning? Dus je kijkt bij binnen 5 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 20 minuten. En dan zie je eigenlijk natuurlijk zo'n soort aflopend vermogen. Met korte sprint kan je natuurlijk meer leveren. En dat vlakt dan af naar een soort asymptoot. En dat is het vermogensprofiel. En dat wordt dan ook, dat is een mooie maat om van een renner te zeggen, hey, is meer type sprinter of type tijdrijder, heb ik toen ook over gehad. Maar wat nou het voordeel is, als jij toch aan het meten bent, dan kan je eigenlijk de hele, alle trainingen, alle wedstrijden, kan je die vermogensmeter laten meelopen en je laat gewoon het programmaatje zeggen, oké, vind voor mij de piekwaarde voor bepaalde periodes. En in dit geval... Periodes bedoel je? 1 minuut, 10 minuten, 20 ja, minuten? Ja, precies. En dan kijken van op verschillende tijdstippen in een race of in een wedstrijd. Bijvoorbeeld okay. Na een half uur, een uur. Anderhalf uur, dat zou je kunnen doen. Maar wat ze eigenlijk specifiek in de studie van Teun gedaan hebben... Hebben ze niet gedacht, ja, kijk, na een uur ga je natuurlijk... heb je verschillen tussen... Want daar ging het om. Wat onderscheidt toppers van subtoppers? Ja. En dan zou je zeggen, ja, na een uur, dan ga je nog eens een keer meten. En misschien is het vermogensprofiel dan anders. En stel dat dat minder is van een subtopper. Dan ga je zeggen, ja, maar je subtopper heeft de tijd op kop gereden. Oh ja. Om die topper uit de wind te houden. Heeft hij heel slim bedacht van, nee, ik ga dat anders doen. Ik ga puur kijken naar het aantal joule, aantal energie wat al verbruikt is door de renner. Want dat kun je uitrekenen aan de hand van de vermogens die geleverd zijn voor een bepaalde tijd. Dat levert een energie. Klopt. En dus, soms gaat het om de ene heeft ze absolute waarde. Hij gaat het over, nou, volgens mij over 10, 20, 30 kilojoule per kilogram. Ja. En dan maakt het dus niet uit. Kijk, als iemand de hele tijd op kop heeft gereden, dan zal hij eerder al die 10 kilojoule verbruikt hebben. Dan ga je gewoon in de volgende fase, waarin je gewoon dat power profile weer gaat... Ja, opstellen of laten opstellen. Ja. Nou, en... Dus je wil zeggen, hij heeft bestudeerd iedere keer na een hoeveelheid energieverbruik. Wat is dan je powerprofiel nog over? En daardoor kan hij het gelijk leggen, ongeacht wat je hebt gedaan in die race. Ja. En kan hij kijken, hoe verschilt dat per rennen? Ja, en nou ja, en dan is het... wat dan opvallend is, aan het begin van de race is er eigenlijk amper verschil of geen verschil tussen... toppers en subtoppers. Nou, hoe definieer je? Heeft hij gewoon puur gekeken naar klassementen van dat jaar ook. Ja, en dus heeft hij teruggekeken. Hè? Ja. Hij heeft aan het eind van de rit gekeken. Wie zijn hier de winnaars? Wie zijn hier de niet-winnaars? Ja. En die en dan voor dat jaar eigenlijk gaan kijken in hun power. En het gaat om trainingen en wedstrijden. Dus. Ja. En dan kun je, als jij maar lang genoeg fietst... en dan hoef je niet eens te overdrijven met 150 kilometer, 200... een gemiddelde rit in de Tour... Dan kon hij eigenlijk dit zijn vraagstelling al mee beantwoorden. En had hij uiteindelijk iets van 200 files per renner. Zo. Waar hij gewoon steeds dat profiel op bij nul verbruik eigenlijk. En dan op verschillende tijdstippen van oplopend energieverbruik. Ja. Kon kijken wat er gebeurde. Nou ja, en dan is en wat gebeurde er? Ja, wat gebeurde? Dat was opvallend dat aan het begin van de race er eigenlijk geen verschil is. Nee. Geef me aan van, dus dat maakt het steeds moeilijker. Geen verschil tussen die groep winnaars en verliezers, zeg maar. Hè? Ja. Zoals hij die noemde, toppers en floppers. Maar wat er wel gebeurde, is dus dat die toppers, die gingen ook wat achteruit. Ja. Maar als je dat vergeleek met de subtoppers, die holden steeds veel sterker achteruit. Dus het eigenlijk in een focus. En achteruit hollen toch even, want het is een erg data-intensief artikel wat je hebt geschreven. Dat betekent in dit geval dat... Iedere keer als ze zo'n drempel hadden van die joules die ze verbruikt hadden... En je keek dan opnieuw naar hun powerprofiel... was dat significant slechter geworden eigenlijk. En bij iedereen werd het slechter. Precies. Alleen bij de floppers werd het sneller. Ja, ja. Slechterder. Ja. En dan, normaal staan zoom die wat in op juist sprintkwaliteiten of duurkwaliteiten. Maar ja, linksom of rechtsom was dit eigenlijk het verhaal. En wat leren we daarvan? Ja, het werd zo gebracht van dat dit toch de vergeten variabel of parameter nog is. Van waarbij je, als je praat over talentontwikkeling of selectie. Scouting. En dan vraag ik me af, hoe kunnen zij dit beter gaan inzetten? Dat betekent eigenlijk dat als jij met jonge renners zit, moet jij ook gewoon die data verzamelen. Laat het programma maar op los en kom er dan maar achter. Of iemand
hoe goed die bestand is tegen vermoeidheid. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dus weerstand bieden tegen vermoeidheid. Dat is natuurlijk best wel een beetje een vaag begrip. Maar hij zei ook, wat kan dat? Nou ja, natuurlijk hebben we het over voeding, training. Hij kon daar ook niet de vinger goed op leggen. Even een paar dingen kijken of ik het goed begrijp. Bij Mathieu van der Poel wordt gezegd, hij kan heel goed tijdens de race herstellen. Oftewel, hij levert enorme inspanningen met een demarrage of een sprintklim. Ja. En even later kan hij dat nog een keer. Ja. Dus zijn power profile is nog steeds En daar zit het, denk ik, precies. Waar zit vermoeidheid van spieren met name in? Nou, dan hebben we het natuurlijk over de witte spiervezels, de sprintvezels of de type 2, die geven de vermoeidheid. En dat is eigenlijk snoepen uit die anaerobe tank. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Die term valt vaak. En dus je kan mee met een demarrage. En je ziet het ook vaak bij beklimmingen. Dan gaan ze even aanzetten, maar daarna vallen ze op een gegeven moment toch weer even. Vallen stil is een groot woord, maar moeten toch weer rustig in het zadel. En die periode heb je nodig van je plukt uit je anaerobe tank tot die bijna leeg is. En dan moet die weer aangevuld worden. Ja. En daar gaat, denk ik, dat is de achterliggende mechanisme. Hoe snel iemand kan, dat kan. Ja, dan moet je eigenlijk inspieren. En dat wil je eigenlijk dus vertalen naar trainers en talentontwikkelaars. Ja. Dat wil je eigenlijk al vroeg proberen op te pikken. Ja. Of iemand dat kan. Ja. Of die eigenlijk relatief over een langere periode van een langere inspanning zijn waardes hoog kan houden. Dus, alleen dat ga je in het lab dus niet doen. Want je kan, kom je niet tegen bij één inspanningstest. Je gaat ook iemand niet vragen van ga maar op een labtest. Ga maar 200 kilometer trappen. En dan om de zoveel tijd gaan we voor jou even een VO2 max doen. Of et cetera. Ja, ja, ja. Dus je moet dat toch in het veld doen. En daarbij werkt dan zo'n vermogensmeter gewoon heel goed. Geleerd. Alleen wat hij ook aangeeft. De ene keer, ene seizoen is een topper. Een topper en het jaar erop wordt hij een subtopper. Waar zit dat dan achter? Dus het is ook niet in kannen en kruiken dat eenmaal aan de top. Dat het iets intrinsieks van de ren, dat het puur alleen talent is. Je wil zeggen, het is trainbaar. Ja. Of andere omstandigheden. Ja, dus is de les van deze paper dan in feite alleen op de manier waarop mensen die veel met data werken moeten analyseren? Ja. Dat is eigenlijk zijn tip. Want we gaan zoeken zo nog naar wat wij als amateurs ermee moeten. Maar eerst de paper begrijpen. Ja. En dus eigenlijk van jongens, prima als je focust op die VO2 max en die efficiëntie en die lactaatdrempel wat nu eigenlijk naar voren komt. Maar vergeet niet, in de echte wereld is er een factor eigenlijk nog belangrijker misschien, is dat de weerstand bieden tegen vermoeidheid. Hoe goed kan het lichaam eigenlijk alles wat je nu meet ook nog doen na 2 uur op een fiets of halverwege een marathon? Twee kleine challenges voor de zinvol en onzin van deze studie, of in ieder geval deze manier van dataverzameling. In hoeverre zie je dat niet gewoon in wie er aan het eind van een etappe nog mee kan sprinten? Ja, tuurlijk. Je kan achteraf daar ook zeggen van, is blijkbaar fris genoeg, want die sprint nog mee. Frisheid gaat dan om. En de renner zal zeggen, ik voelde mijn benen, ik voelde me niet goed. Ja, En dat vind ik, omdat ik zit een beetje in mijn hoofd nadenken. Ik zie in onze Twitter followers dat we ook veel mensen bijvoorbeeld uit voetbal hebben, voetbaltrainers. Ja. Ik zit denk, kun je dat dan daar ook toepassen? In de zin, moest ik bij het EK mijn 10-jarige dochter leren voetbal kijken. En ik zei, joh, het is vaak ook het eerste uur, kan iedereen voetballen. Ja. Het gaat erom, wat kun je in het laatste kwartier nog? Vind ik goed, leuk dat je dat. Want er is steeds, er is ook wat meer aandacht steeds voor. Nu ook die data verzameld worden. Ik denk dat ze het gewoon doen. En zij doen het natuurlijk maar op hun manier. Ik zit te denken, in hoeverre wil je dan nog inderdaad een speler helemaal doortesten? Of kun je gewoon zien, wie kan er in de 75e minuut nog volop langs de zijlijn omhoog sprinten? Ja, precies. Maar dat neem je dan uiteindelijk mee in persoonlijke training. Of in de gaten houden over vermoeidheid. Of misschien inderdaad voeding daarmee aanpassen. Maar uiteindelijk, ik denk, ik heb het ook, ik ben natuurlijk tennissen heb ik lange tijd interessant, nog steeds eigenlijk.
Tennis is precies hetzelfde, vooral als het dan om best of five gaat. Waarom vinden we het leuk? Ja, omdat het pas in de vierde, vijfde set wordt het heel interessant. Hè, omdat dan mensen zo moe worden, coördinatie achteruit, uithoudingsvermogen. En, en daar onderscheidt zich de toppers van de subtoppers. Ja, dat is eigenlijk ook de moraal van het verhaal. Dus het is ergens wel een logisch iets. Alleen het feit dat je er nu de vinger op kan leggen aan van data. Daarvoor kun je het gewoon en publiceren. En kun je het wellicht gebruiken. Maar ik denk zeker in de voetbalwereld gebeurt het. Daar wordt natuurlijk alles gemeten. Ook al met die hesjes die ze aan hebben. Met videobeelden. En met allerlei data-analyses. En het wordt alleen maar erger. Het wordt steeds duidelijker. Het voetbal wordt steeds sneller. Die getallen komen dan langs. Een paar jaar geleden werd dan gesproken, god, die heeft 11 kilometer gerend. In anderhalf uur? Ja. Dat is helemaal niet relevant. Het gaat erom, kan hij na de tiende sprint, die 11 sprint ook nog uitvoeren en zonder blessures. Dus. Hey, in jouw artikel op jurgenvertevelen.nl vond ik jou, beschreef je nog een studie die hiermee te maken had. Wat leerden ze daar? Ja, dat is een Oostenrijkse jongen, Peter Leo. Precies alsof ze het afstemmen met elkaar. Die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan. Maar die keek bij de Tour des Alpes naar drie verschillende ploegen waar hij en zijn co-auteurs betrokken waren als bewegingswetenschapper. En die keek niet zozeer. Ja, die keek ook naar toppers, subtoppers. Alleen hij had het voordeel van dat de ene ploeg was een ploeg van jonge gasten. Een belofte ploeg. En dan eentje en twee ploegen eigenlijk. Eén echt in de World Tour en eentje daaronder, de Pro Continentaal. En heeft hij denk ik met zijn maatjes de koppen bij elkaar geslagen. Ja, jongens, jullie meten ook in jullie ploegen. Hey, zullen we die data gewoon na afloop eens naast elkaar leggen en kijken of we verschillen en overeenkomsten vinden. En eigenlijk was het nog bijna extremer dat hij in het power profile vond hij bepaalde, volgens mij de inspanningen bij 1 minuut of 5 minuten, dat die jongelingen waren gewoon beter aan het begin van de koers. Ja. Alleen frisser, sterker, sneller. Alleen in de loop van dan, en dit zijn 5 etappes uiteindelijk. Maar je kan gewoon ook per etappe kijken naar hoeveel zoveel joule verbruikt. Hoe staat het dan met dat vermogensprofiel? En daar was het voor hem duidelijk van daar zat gewoon het grote verschil in. En hij kon het dan op die manier leggen op leeftijd. Omdat die jongelingen waren allemaal onder de 23, middelleeftijd ergens 21. En die andere ploegen, dat zijn dan renners die langer meegaan. Een gemiddelde leeftijd rond de 27. Ja. Dus leeftijd of ervaring is. En vandaar dat we op het woord taaiheid komen aan het begin van deze. Want hier kwam dus uit dat oudere renners minder gevoelig zijn voor die vermoeidheid. Ja. Of in ieder geval minder afvlakken. Ja, en dan gaan natuurlijk in eerste instantie denken, maar het is logisch. Die kienen ook, die zijn slimmer van. Die weten wanneer ze wel met de demarrage moeten meegaan. Die verspillen minder. Maar dat energie is het niet, want wederom ging het om. Ze hebben het aantal joules. Oh ja, deze analyse-techniek haalt dat eruit. Ja. En dan is het toch iets van in het lichaam zelf. Dan ga ik toch denken richting die centrale vermoeidheid. Dat lichaam op een gegeven moment weet, maar je hebt dit vaker gedaan. Dit kan wel. Het doet me ook denken aan, we refereerden vaker aan de Science of Sport podcast. Mm-hmm. Ros Tucker had ook een aflevering over hoe snel verlies je conditie. Ja. Ik denk af en toe toch. Nee, natuurlijk niet. Er staat geen Nederlands. Zuid-Afrikaan. Ja. Anyway, daar haalde hij ook een studie aan waarin ook duidelijk werd dat hoe getrainder je lichaam is. Hè? Wij hebben het ook in die aflevering over gehad. Het valt wel mee en het is veel minder erg dan je denkt. En het gaat veel minder achteruit dan je denkt. Maar ze hadden ook nog daar een factor dat hoe meer training je hebt opgebouwd, hoe langzamer het verval. Oftewel, er zit ook iets in je lichaam dat als je heel veel training hebt, als je lijf, je spieren, je vezels, je zenuwen, daar hadden zij natuurlijk daar ook over, heel erg gewend zijn om die sportbewegingen te maken.
soort geheugen uit. Ja. Zit erin. Ja. 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 Dus dat is wel. Dus dat zag jij in deze studio ook terug. Maar dan is het nog steeds. Ja, is het nou echt? En dat is toch wel. Nou, is meer dan media aandacht voor de jonge coureurs, de Pogacars. Ja, maar dat is natuurlijk gek. En ja. In de afgelopen jaren Tour de France, al die oud wielrenners zeggen: nou, vroeger mocht je pas pieken op je 28ste of zo, en nu hebben we allemaal gasties van 21 die doorklappen. Ja, maar daar zit ook een cultureel dingetje bij. Juist. Dat die ploegen de durven om hun kop te man te maken. Vroeger was het kwam je kijken en dan als renner, ja, dan moest je de eerste jaar maar knechten, toch? Ja, precies. En dan later mocht jij eens een keer als kom. Nu worden langzaam al van die jonge renners, die mogen af en toe al in een kleinere koers, ben jij de kopman. Nou, ga er maar eens, dus ik denk puur fysiologisch. Ja, zit daar wel iets in van leeftijd of in ieder geval aantal trainingsuren. Waarbij afhankelijk natuurlijk van talent. De een heeft gewoon meer trainingsuren nodig daarvoor dan de ander. En dat blijkt dan weer. Ja. We gaan zo eens even zoomen met Froome om te kijken hoe hij tegen dit soort data-analyses aankijkt. Of ze gebruikt, of dat ze interessant vindt. En hoe hij kijkt tegen taaiheid. Ja. Maar nog even terug naar de praktijk van de amateurs. Voor morgen. Ja. Wat betekent dit, oude taaie Jurgen? Dus ik kijk een beetje naar als ik jou zie stralen en zeg, ik voel me goed, ik voel me fit. Denk hoe jij je nu voelt, dat maakt allemaal geen flikker. Wij gaan een kwart triathlonnetje doen. Is dat lang genoeg om jouw taaiheid de doorslag te laten geven? Die joule tellen. Denk ergens dan... bij het hardlopen, weet ik niet, of bij het fietsen. Ik kom je wel ergens tegen. Ik heb weinig gezwommen en jij veel. Dus je kan beginnen met een voorsprong natuurlijk. Misschien. Ik ga je bij de wisselzone wel even... Gaan we naast elkaar staan. Ga je banaantjes dan eten? Ja, dan vraag ik wel even. Hey Gerrit, hoe gaat het nu? Voel je nog steeds? Ben ik al weg. Dus wie weet. Ja, nee. Ja, maar toch even. Dit is een super interessante studie. Hè? Ja. Maar kunnen jij of ik hier iets mee? Jawel, want volgens mij is het met het verbruik. Nogmaals, het is helemaal niet die 3 weken. Tuurlijk, dat doen we niet vergroot zo gauw, het uit. Ja. Maar eigenlijk is het al binnen 1 dag te zien. Hè? In het verloop van de koers. Ja. En dat zul je bij een triathlon, als jij gewoon ook je helemaal leeg bent. Jij hebt wat moeite met pacen, om goed te pacen natuurlijk. Maar Hey, wat wij gaan doen, we gaan zoomen met Froome. En we gaan volgende week een terugblik maken op wat er morgen gaat gebeuren in Rekum. Oké. We gaan zoomen met Froome. Succes. We gaan zoomen met Froome. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen Guido. Goedemorgen, heren. Hey, wat goed om jou weer te zien na korte zomervakantie. Alles goed met je? Prima. Lekker. Ja, heerlijk. Volgend seizoen weer van start. En meteen maar een lekker academisch onderwerp vandaag. Veel over data en slimme data-analyse. Namelijk, we hebben net van Jurgen helemaal gehoord over hoe je vermoeidheid in feite kan analyseren over lange termijn. Dat hebben we dan maar vertaald naar taaiheid. Hoe lang kan iemand fris blijven? En we zijn eigenlijk wel benieuwd om van jou te horen. 1. Ken je die studie en die manier van vermogensdata analyseren? Doe je dat zelf ook? En 2. Hoe scout jij op taaiheid? Of wat doe jij daarmee in jouw coaching, begeleiding en training? Nou, bij het eerste maar beginnen. Die studie van Teun van Erp, waarin hij in de vermogensdata iedere keer opnieuw dat power speed profile eruit haalt. Power profile, Ken jij dat? Doe jij dat? Ja, dat ken ik. Ja. Dat zit eigenlijk ook in het WKO5 model, wat ik altijd gebruik. Hebben we jou eerder vertellen? Ja. Ja, WKO5, dat is een soort analyseprogramma, net als Training Peaks, alleen dan gaat het nog 10 keer dieper. Dan kun je dus nog zelf je grafiekjes maken en zo, en de data erin, en dan wordt dat uitgeplot, wat je wil. Maar daar zitten ook, grafieken bij, waarbij je dus je power duration curve, oftewel je power profile, voor specifieke gebieden van je data kunt laten zien. En dat heeft, dat is hierna, ze hebben dat op 10 kilojoule per kilogram. En dan kun je een curve maken met de beste waardes van je 5 seconden, 10 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 20 minuten. En dat kun je ook doen als je dus, zoveel kilojoule al verbrand hebt, moet je die beste data ook daaruit halen. En die komt dan in de volgende curve. Ja. En zo gaat dat verder, steeds verder, zodat je meer kilojoules verbrand hebt. En op een gegeven moment worden mensen moe. En als dat al na 1000 kilojoule totaal is, of pas na 3000 of na 5000, dan maakt het natuurlijk wel uit. Want als je na 5000 al uitgepierd bent,
En je kunt dan nog nauwelijks meer, nou ja, 50% halen wat je fris kunt halen. Ja, dan moet je toch daar wat aan doen. Ja. Ja. Doe je dat automatisch al in de files die jij krijgt van jouw atleten bij een training of een wedstrijd? Of, nou, kijk, dit wordt pas belangrijk als je ook die wedstrijden hebt die dit soort calorieverbruik nodig hebben. Hè, de Tour de France. En Tour de France, die moeten elke dag 4-5 uur rijden. Een mountainbiker, een cross-country mountainbiker, die rijdt geen enkele wedstrijd langer dan, ja, nog niet eens 2 uur. Dus wat mij betreft hoef ik daar niet iemand te denken, ja, maar na 5 uur vind ik wel dat je heel erg inkakt. Hè? Dan ben je niet sterk genoeg. Ja, dan zeggen ze ook, ja, maar dat doe ik nooit. Hè, als ik naar mijn eigen data ga kijken, ik fiets zelf ook al veel, maar als ik kijk naar mijn data van na 5000 kilojoule bijvoorbeeld, die heb ik niet. Zolang fiets ik helemaal niet. Nee, want we waren een beetje aan het zoeken. Het is natuurlijk super interessant onderzoek, ook super interessante analyse, maar we waren nog een beetje aan het zoeken van, ja, wat hebben we er nou aan als amateurs of jij als trainer, coach of als, nou, misschien in de talentselectie. Dus ja. Nou, je zegt nu al, niet zo heel veel atleten gaan zo diep dat je dit nodig hebt. Is dit voor jou een standaardanalyse of gebruik je het alleen bij de lange mensen die een hele triathlon gaan doen of zo? Of hoe en wanneer gebruik jij het? Ja, dus echte mensen die dus lange wedstrijden hebben, lange triathlons, daar kun je het gebruiken. En ook daar krijg je dan weer, wat heb ik eraan? Ja, ja. Nou, dat is mijn volgende vraag natuurlijk. Wat doe je er dan? Dat zal ik je nu. Wat heb ik aan als, zeg maar, de sprintwaardes in het eerste deel veel beter zijn dan na 3000 kilojoule? Ja. Voor een lange afstandstriatleet. Ja. Gaat hij dan na 3000 kilojoule, gaat hij dan nog eens even eindsprint inzetten? Nee, dat doet hij niet. Dus voor wegwielrennen snap ik dat wel. Want de finish, daar wordt gesprint. En daar moet je dat nog kunnen. Ja. Voor een lange afstandstriatlon is dit... Ja, weet je, je moet je stamina, je taaiheid... Dan moet je, zeg maar, op je langere periodes... En dan kijk je naar die 20 minuten bestwaardes. Die moeten niet te veel afzakken. Maar die hele korte... Ja, die zijn niet zo belangrijk voor een lange afstandstriatleet als je dat na 3000 kilojoule veel minder kunt. Ja. En als je dat nou ziet, want nu zie je dan, hè, dan zeg je, nou, die 20 minuten waarde, die moeten wel hoog blijven. Kun je dan, als je dat bij iemand ziet wegdraaien, zo, ga je daar dan specifiek op trainen of zo? Wat is de volgende stap? Wat kun je ermee? Ja, dan zul je dus dat gebied sterker moeten maken. Hè? Dus dan zul je waarschijnlijk ook dus langere, hè, dan zie je dat iemand eigenlijk na... Nou, laten we zeggen, na 3000 kilojoule arbeid, dat iemand slechter wordt, vermoeidheid gaat vertonen, dan moet hij daar dus, nou ja, harder in worden. Ja. Dus dan moet hij dat ook vaker doen. Ja, dan moet je dus daar in dat gebied komen, hè, en dan dat vaker doen, waardoor je daaraan gewend raakt en daaraan gaat adapteren. Ja, je moet daaraan aangepast raken. Dus je moet daar ook komen. Je kunt dat niet zeggen, ja, we gaan iets aanpassen aan de training. In het eerste uur, waardoor je dus in het vijfde uur beter bent. Ja, ja, exact. Nee, maar dat maakt... dat is denk ik in... Ja, je hebt voor de Roompot gewerkt natuurlijk, een paar jaar terug. Deed je ook deze analyses toen voor hun? En zag je daar al inderdaad het verschil tussen potentiële toppers en mensen waar je denkt... Ja, hier moet toch wel nog wel heel veel getraind worden, of die moet nog die hardheid wel krijgen? Kijk, dat zat een mengeling van renners. Die waren eigenlijk de meeste renners die daar bij ons waren, die waren net nieuw. Hè? Die komen kijken als eerstejaars beroepswielrenner. Dus die zijn eigenlijk in dat hele lange traject, want de wedstrijden die ze reden waren wat korter. Okay. En tot, ja, laten we zeggen, 3-4 uur. Dat is ongeveer 3000, 4000 kilocalorie. Ging het allemaal prima. Maar dat laatste uur, dan raakt het op. En daar moeten ze dus... Nou ja, in hun trainingen waarschijnlijk ook gewoon 5-6 uur op de fiets gaan zitten om dat gebied ook beter te krijgen. Ja. Terwijl je zag bij, hè, er zaten ook wel wat doorgewinterde beroepswielrenners tussen die al wat langer mee reden. Die konden dat beter. Weet je, die waren daar taaier in. En dan is het niet makkelijk van, er worden natuurlijk allerlei vermoeidheid is hartstikke ingewikkeld.
Maar een simpele factor als dat ze toch net te weinig koolhydraten of suikers hebben genomen, iets dergelijks, is dan al een simpele verklaring soms voor sommigen? Ja, dat kan. Okay. Ja, natuurlijk. Weet je, dat kan heel simpel zijn. Iemand die heel taai is in wedstrijden bijvoorbeeld, waarvan je ziet, die curves blijven heel goed. En hij heeft een wedstrijd waarin hij dan net in dat laatste uur gewoon zijn etenszakje mist, of zijn jelletjes, of zijn bidon. Ja, dan ga je er toch aan. Weet je, het is niet zo dat je dan denkt, ja, maar ik ben zo taai, ik kan er wel tegen. Nee, dan is de tank gewoon leeg. Ja, en dat is niet, zonder om dat meteen een hongerklop te noemen, is nogal een groot woord. Maar het is gewoon al een, zoiets kleins kan op zich al het verschil maken natuurlijk. Maar het is ook het verschil. Weet je, die tank, de brandstof die je nog in je tank hebt om dit om met je spieren aan het werk te zetten, staat los van wat je spieren dan kunnen. Ja. Kijk, als je spieren moeten het voor elkaar krijgen nog na zoveel uren arbeid. Maar als die tank dan al niet bijgevuld is, omdat je niet goed gegeten hebt, ja, dan kunnen die spieren nog zo goed zijn. Dan gaat het niet lukken. Ja. Nee, maar dat is, we hadden het er kort over. Hè? Hoe moeten we dit vermoeidheid ook zien? En ja, in mijn optiek is het, ja, als jij continu in een valbuit weg wil rennen, ben jij hapjes aan het nemen uit die anaerobe tank, hè? Die leeg je af en toe een stuk, of misschien wel meer dan dat. En dan heb jij een herstelfase nodig om hem weer aan te vullen. Ja. Weten we al inmiddels van, hoe vaak kan je dat doen eigenlijk? Hoe vaak kan jij zo'n happen nemen en hoe diep kan je daarin gaan? En verandert dat in de loop van de tijd? Ja, dat verandert. Ja. Maar daar heb ik niet, zeg maar, zozeer een keihard een model voor. Jij kunt dat 10 keer zo vaak doen. Maar je merkt wel, dus als je dat in je trainingen inplant met hele korte, harde intervallen met pauzes erachter, dat iemand dat bijvoorbeeld, bijna ledigt met 10 keer heel harde intervallen en dan eigenlijk niet meer kan, doordat eigenlijk door het vaker te doen wordt, dat op een gegeven moment 12 keer of 15 keer. Ja. Dus dan wordt die motor sterker en die anaerobe tank wordt groter. Je kunt het vaker achter elkaar doen, omdat je er beter van herstelt en je sterker wordt. Dus dan zou een trainingsaanpak, een tweede tip die ik eigenlijk hoorde. Enerzijds zeg je net, je moet zorgen dat je soms maar hele lange duurtraining gaat doen, zodat je bij die enorme energieverbruiker komt en daaraan wendt. Ja. Anderzijds hoor ik je nu zeggen, voor die hele harde intervaltraining moet je eigenlijk kijken of je het aantal repetities omhoog kan gaan krijgen. Want dat helpt je dan ook om in de inspanning vaker zo'n extra boost te kunnen geven. Nou ja, dit weekend is het NK wielrennen. Tijdloze podcast. Ja, lang achter de rug. Wie won dat ook alweer? Ja, ben ik al vergeten. Ja, okay. Ik combineer deze twee zaken ook voor de beroepswielrenners. Oftewel, ze moeten eerst 3 uur eigenlijk duurrit training hebben. En dan krijg je daarna 2 uur, daarna krijg je of achter de brommer. Of je krijgt in die uren, in het allerlaatste uur, keiharde intervallen. Oftewel, je hebt pas niet je intervallen aan het begin en daarna gewoon doortrappen. Maar in het begin is het gewoon heel lang duur. 3-4 uur rustig. En dat laatste uur, dan krijg je pas die keiharde intervallen. Ja. Want dat is een tip. Kunnen we dat toepassen als amateur? Gaan we doen. Ja, ja toch? Ja, wij zaten een beetje te geinen, want wij gaan morgen onze kwart cross triathlon doen, Guido. Dus wij zeiden al, hebben we daar wat aan? Maar dat is eigenlijk dus veel te kort, want dan zijn we in 2 uurtjes klaar of zo. Tenzij je er heel lang over doet. Ja, jij komt misschien in soort zonde. Nou. Maar nog een vraag. Ik was ook even aan het verkennen in hoeverre dit nou voor andere sporters interessant is. We hadden het heel even over voetbal. Weet je wel, dat we zeiden, ja, iedereen kan het eerste uur goed voetballen, maar hoe zit het in het laatste kwartier? Maar dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, dat is helemaal nog niet intensief genoeg. Dan komt dit nog niet zo aan de orde. Nee, en sowieso heb je bij voetbal, het is een intervalsport, heel erg intervalkarakter. Dus het is of keihard sprinten en naar die bal rennen, schieten en dan weer even wandelen. Ja, maar dan moet je wel anderhalf uur vol kunnen houden, toch? Je moet anderhalf uur kunnen intervallen. Ja, je moet absoluut een bepaalde basisconditie hebben en een bepaalde zuurstofopnamevermogen om goed te kunnen herstellen. Maar om dat te overdrijven, zoals we dat in het wielrennen echt nodig hebben, nee, daar heb je niks aan bij voetballen. Je moet gewoon een bepaald niveau hebben om dat goed vol te kunnen houden.
Maar om dan daar 10% beter in te worden, ja, dan kun je misschien langer dat rondjes om het veld gaan rennen. Maar, ja, ja. Maar dat is toch ook eigenlijk ergens juist, je zit heel, als ik het vergelijk, als je kijkt naar het vermogensprofiel en dat loslaat op wat een voetballer doet, zit je eigenlijk heel links in die curve. Dus je bent heel veel in die anaerobe tanken uit het halen. Je moet ook eigenlijk hapjes nemen, happen nemen en weer aanvullen. Hapjes nemen, aanvullen. Ja. Of ja. Zie jij toch van ja, dat, die zit toch in verschillende domeinen te werken? Nou, weet je, het is een heel. Je kunt het zo. Dat is niet echt te vergelijken met elkaar, die sporten, hè, omdat het karakter heel anders is. Dus er is gewoon voldoende herstel, altijd bij spelsporten, waaronder voetbal, om steeds weer de tank die je geleerd hebt naar sprint aan te vullen. Anders doe je iets niet goed. Anders dan doe je iets niet goed met jouw anticipatie. Spelinzicht. Ja, spelinzicht. Dan loop je achter elke bal aan, bij wijze van. Ja, ik denk dat daar de... Ja, die ken je ook van vroeger, weet je. Van die gasten die de hele tijd maar bleven rennen en die nergens een bal raakten. Ja. Maar die bleven wel gaan. Ja. Ja, maar is, ja, maar ik zit toch even twijfelen. Is dat dan toch... Nee, ik weet geen zak van voetbal. Maar zou dat dan toch niet ook in spelsporten uiteindelijk de winst opleveren? Juist die gasten die wel na anderhalf, twee uur nog vol gas kunnen rennen? Nee, je moet die bal toch kunnen raken. Ja, dat is waar. Dat is te veel techniek, wou je zeggen. Ja, okay. Ja, dat is toch... Weet je, je zet er iemand die heel kan rennen daarin en die geen enkel balgevoel heeft. Ja, daar heb je niks aan. Dat is ook de reden dat ik gestopt ben met alle balsporten. Hoogstens misschien als ze dan, het is warm, dan hebben ze ook nog zo'n verlenging, twee keer verlenging. Ja, oké. Weet je, dat komt in de buurt misschien toch? Ja. En we moeten nog 87 penalties nemen en dan op een gegeven moment kan niemand meer iets. Okay. Ja, ik kan nog wel, zegt hij dan. Ja. Maar dan schiet hij alsnog over, want hij heeft geen balgevoel. Ja. Nee, oké, ik snap. Precies. Oké. Laat ik het omdraaien dan. In wielrennen, zeer van toepassing. Lange, grote rondes, 3 weken zeker weten. Maar ja, dat doen wij allemaal niet zoveel. Zijn er nog andere domeinen of sporten of trainers of coaches of scouts waar dit van toepassing kan zijn? Om op deze manier taaiheid te analyseren en daarna te kijken en erop te trainen? Ja, je krijgt altijd lange duur evenementen. Dus wat je zei, dat dus lange triathlon, dat is daar ook bij. Alleen daar is minder wisseling. Dat is eigenlijk een tijdrit, hè? Ja, dat eindigt niet met een sprint. Nee. Mountainbike marathons, die zitten er dan weer wel in. Hè? Want die hebben gewoon, dat is eigenlijk ja, een wegwedstrijd, maar dan door de bergen. Ja, precies. Offroad, ja. Dat is natuurlijk, daar heb je het natuurlijk wel nodig. Ja. Ultrarunners is ook weer een tijdrit, weet je. Als je, dat is ook heel lang, maar ja, dat is ook één tempo. Ja. Of iemand die heel slecht paced. Kijk naar Gerrit. Zoals ik, ja. Die jonge honden die veel te hard verstaan. Die veel te hard komen. Ja, nou ja, goed. En heel veel energie bij zich hebben. Nee, oké, helder. Ja. Hey, maar dit is dus wel interessant. En het belangrijkste wat we dus eigenlijk leren is dat we zeggen, nou, wielrenners, lange duur. En dan is het dus die trainingsaanpak, die kunnen we er eigenlijk uithalen. Dat je zegt, nou, ga eerst maar 2 of 3 uur eigenlijk gewoon steady, rustig, maar hard fietsen. En ga dan intervallen of sprinten of diep. Ja, het draait dus om. Hè. Weet je, sommigen hebben altijd zoiets van, ja, maar als ik intervaltraining, dan moet ik helemaal fris zijn, omdat ik die intervallen kwalitatief goed moet afwerken. Dat klopt. Weet je, dit is uiteraard waar. Maar je kunt het ook eens, hè, als je dit wil aanpakken, kun je het ook anders gaan aanpakken. Dus dan moet je gewoon eerst daarvoor al vermoeidheid gaan kweken. Dus je moet al genoeg gedaan hebben. En dan komen pas die intervallen. En probeer ze dan nog steeds kwalitatief goed te doen. Ja, helder. We hadden het net ook even over leeftijd. Er was een studie die zou aantonen dat jonge atleten hier slechter in zijn of een groter verval hebben over lange termijn dan oudere atleten. Herken jij dat beeld? Ja, maar dat zei ik al net bij de rompelrenners. Ja, precies. Ja, je zei het bij rompel, maar en hoe verklaar je dat? Dat is natuurlijk trainingsjaren ervaring. Hè? Weet je, kilometers in de bank die je hebt gemaakt. Als je gewoon telt hoeveel uren je al op de fiets hebt gezeten en daarvan ook lange ritten hebt gemaakt. Ja. Ja, die heb je op een jongere leeftijd, is die noodzaak er niet, omdat die wedstrijden allemaal korter zijn, uiteraard. En als je dan als je junioren hebt en ik ga een junior trainen en die hebben wedstrijden van 2-3 uur. En ik zeg, jongen, we gaan het omgooien. We gaan elke week we gaan 2 of 3 keer 6 uur fietsen. Denkt hij dan, waarvoor? Ja. Ja, dat heeft, weet je, dat doe je dus ook niet. Dus ja, daardoor komt dat ook op latere leeftijd.
komt dat pas eigenlijk kijken als beroepswielrijder. Dan krijg je ook die langere wedstrijden. En dan moet je daar, ja, weet je, dan moet je jezelf beter maken daarin. En dan moet je ook dat soort, ja, heel veel uren, meer uren gaan maken en langer op de fiets zitten. Helder. En dus zit die leeftijd, word je daar dus ook, ja, daar word je dus ook beter van. Dan zie je ook vaak, ja, rond de 30, hè. Zijn de hele taaie renners, die kunnen nog heel lang doorgaan. Je hebt een, ja, noem maar Valverde. Die gast, die blijft gewoon goed. En Rominger was ook zo eentje die lang goed bleef. En er zijn nog meer wielrenners die op latere leeftijd gewoon heel taai bleven. Ze hadden niet meer een explosieve sprint. Maar ze konden wel heel lang mee, omdat ze heel taai waren. En bijna geen verval hadden. Nou ja, 4.000, 5.000 kilojoule verbranden. Dus dat belooft dat voor Pogacar. Ja, die kan nog wel even door, hè? Ja. Ik kan even door taai worden. Ik dacht, je vertaalt hem even naar jezelf. Dat belooft wat voor morgen. En Renkum, kijken of we jouw jarenlange trainingsvoorsprong op mij tot wasdom zien komen. Guido, kom je anders even kijken? Hè? Even een rondje fietsen naar Renkum, 28 augustus. Jurgen en ik gaan head-to-head met hopelijk zoveel mogelijk luisteraars die we ook opgeroepen hebben om mee te doen. Zou leuk zijn, toch? Ja, ik kom al toeteren. Ja, ja, precies. Leuk. Kom ons even wat fourage toestoppen of zo. Ja. Mooi. Ik zal wel even de vermogens doorroepen die jullie moeten trappen. Ja, nou, lijkt me goed. En dank voor deze inzichten. Wat wel zei Jurgen, een iets wat academisch topsport aflevering, maar wel hartstikke interessant en veel geleerd. Dankjewel Guido. Dank je Guido. Ja. Dan is het tijd voor onze vaste riedel. Ik kan me voorstellen dat je zit te luisteren en denkt, wacht even, ik hoor die gasten iets zeggen waar ik niet mee eens ben. Of denkt, oeh, het is interessant. Dit zou mijn coach, trainer, collega, clubgenoten moeten horen. Dan kun je naar social media. @slimmerpodcast zijn we op Twitter of Instagram. En daar maken we van iedere aflevering, dus ook van deze, een post. Die je kan retweeten of die je kan doorsturen naar iemand. Je kan er ook op reageren, dan zien we dat. En dan gaan we jouw vragen beantwoorden. Dat kun je ook doen op onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar staat ook van deze aflevering een unieke pagina waar je reacties achter kan laten. Of die je kan doorsturen naar iemand. En als je zegt, nou, daar ben ik niet zo van, ik doe het liever wat anoniemer, dan kun je ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. En dan zien we jouw bericht wel binnenkomen en gaan we je vraag beantwoorden of doorsturen of je leuke reactie delen. Tot zover. Ja. Ik ga op tijd naar bed. Ik ga nog wat bietensap drinken. Ik ga vitamine. Nee, ja, ik ga even alle afleveringen door. Bicarbonaat. Ja, bicarbonaat ga ik laten zitten. En ik ga natuurlijk even luisteren naar onze Slimmer Presteren podcast Spotify-lijst. Om helemaal in de zone te komen. En ik zie jou morgen, Jurgen. Ja, en veel plezier vast, hè? Ja, okay. Dankjewel. Guido, tot volgende week. Hoi, hoi. Yo. Hey, yo.